Dus ik dacht, ik doe een dekentje achter mijn hoofd. Fancy. Yeah, it is. Hoi! Nu je studie alweer begonnen is, heb je allemaal huiswerk gekregen. Allemaal opdrachten die je moet maken. En waar maak je die vaak? Thuis. Ongetwijfeld zal je ook op school aan school werken. Maar vandaag ga ik jullie in ieder geval laten zien hoe je nou de perfecte studeerplek maakt in je eigen huis. En zo kan je thuis op de perfecte manier perfect studeren. Perfect! De eerste tip is om een goede bureaustoel en een goede tafel aan te schaffen. Ongetwijfeld heb je die misschien al in je kamer staan, dat is helemaal top. Maar het is heel belangrijk dat je gewoon een fijne plek hebt waar je kan werken. Een groot bureau is natuurlijk erg fijn, zodat je genoeg spullen erop kan verspreiden. En een lekkere stoel is ook handig, omdat je meestal best wel lang in je stoel aan je schoolwerk zit. En ik weet hoe verleidelijk het is, maar dat betekent dus niet op de bank en niet op je bed. Dit is namelijk zo, als jij één plek houdt voor het studeren, dan kan je daar het best geconcentreerd zijn. En als jij ook gaat studeren op de bank of in je bed, dan ga je activiteiten die je normaal doet op de bank, zoals chillen en slapen in je bed, ga je dan door elkaar verwarren. En dat is niet heel productief. Mijn volgende tip is om je bureau lekker opgeruimd te houden. Ik weet hoe lastig dat is en ik weet hoe makkelijk het is om gewoon al je spullen op je bureau te knallen. Maar voordat je gaat studeren, haal alles eraf wat je niet nodig hebt. En opgeruimd betekent opgeruimd, dus niet verplaatsen. En of course, we all know the chair. Met alle troep die je mogelijk hebt, gewoon dumpen op die stoel. Niet doen, gewoon opruimen. Het lijkt alsof ik in de hemel ben, want het licht is heel erg licht. Dus ik ga hem ietsjes lager doen. Maar nu beweeg ik mijn beeld. Oh, dat is stom! Ja, dat is beter. Een goede tip verder is om je bureau gewoon leuk in te richten. Dus koop van die lekkere organizers als je dat fijn vindt, waar je al je papier en pennen in knalt. Of heb blaadjes in je bureau, dat kan natuurlijk ook. Dan kan je daar allemaal dingetjes lekker in organiseren. Of hang wat leuke lijstjes erboven. Of zoals ik dat heb, zet er wat leuke plantjes neer. Dat zorgt namelijk voor een soort van inspirerende en motiverende sfeer. En dan is het niet echt puur een tafel waar je alleen maar schooldingen aan doet. En dan is het nog net wat leuker, zeg maar. En dan de laatste tip is om af en toe lekker te... Zagen jullie dat vliegje langskomen? En dan de laatste tip is om gewoon af en toe even lekker je benen en je armen te strekken. Je zit voor een lange tijd achter je bureau, achter je stoel, achter je laptop, niet achter je stoel, je zit op je stoel. En je hebt af en toe gewoon even wat beweging nodig. Je hoofd heeft gewoon af en toe een beetje wat zuurstof nodig, dus beweeg genoeg. Goed, tot zover mijn tips voor een goede studeerplek. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben en dat jullie de tips kunnen doorvoeren. Heb je nou moeite met plannen, kan je deze video bekijken en hierboven kan je abonneren. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien met een nieuwe video. En ga lekker studeren, jongens. Doe je best. Tada! Oh, die ging niet lekker. Even opnieuw. Tada!